Wie is Gerwin Pol? Gerwin Pol is 51, woont in Terbergen, is getrouwd met Esther en heeft 2 kinderen. We zijn wel een sportgezin, kan ik wel melden. Mijn wederhelft heeft geschaatst altijd vroeger. Ik ben wielrenner hardloper. Kinderen ook wat besmet, dus met vakantie als we met een camper gaan, dan gaan er 4 racefietsjes mee en fietsen we behoorlijk veel. We staan bij de ISPA, hierachter is een wielenbaan. We staan nu warm, maar ik heb heel wat uurtjes in de kou en in de nattigheid in de winterdag met crossen en zo hier aan de wielenbaan bij de Zwaluwe gestaan. Kinderen hebben wedstrijden gereden. Wat ik zei, Terbergen. Ik kom van origine uit Rijssen. In Enschede gewoond en daarna in Deurningen gewoond. En door mijn werk bij de Rabobank ben ik in Terbergen terechtgekomen. Ik heb ook de nodige jaren in Almelo gewerkt. Ik ben directeur particulier geweest bij de bank hier, de Rabobank hier in Almelo. Ik heb daarvoor nog een periode bij dezelfde bank gewerkt als manager verzekeringen. En heb ook nog in het bestuur van de profronde van Almelo gezeten in diezelfde periode. Ik ben daarna naar Rabobank Nederland gegaan. Dus moest ik door het hele land heb ik directiefuncties interim ingevuld. Daardoor werd ook de combinatie met de profronde werd wat lastig. Dus daar ben ik toen weer mee gestopt. Maar de nodige jaren inderdaad in Almelo gezeten. Ook leuk nu, want nu is de publicatie onder andere op LinkedIn gestaan. En ik krijg heel veel reacties weer vanuit het Almeloze. Van oud-collega's, maar ook vanuit de profronde en op allerlei manieren. Kom je bekenden weer tegen. Absoluut leuk. Wat mij zeker triggerde is wel een stuk wat er ligt. Er ligt een beleidsstuk, visie op sport, hè, vanuit de gemeente en sportbedrijf gemaakt. En ook juist wat daarin beschreven wordt, de combinatie van, je hebt een prachtige accommodaties. Dat is belangrijk om die goed te beheren, maar ik vind juist het bredere maatschappelijke van sport. Heel Almelo beweegt, zeg ik maar even. Dat daaraan bijdragen vind ik een hele mooie uitdaging. De sollicitatiegesprekken die ik hier gehad heb, werd ik echt gewoon heel blij van. Je spreekt heel veel jonge mensen natuurlijk die echt hun passie voor sport hebben. Een groep mensen om me heen nodig die mij stimuleren en die ik omgekeerd ook wat kan stimuleren. En dan gaat dat energielevel aan beide kanten wel omhoog, daar ben ik van overtuigd. Ja, het is wel een baan waarvan ik altijd dacht, het zijn 2 gescheiden werelden. Ik heb ergens ook de quote gezegd van, sporten was voor mij hobby en ontspanning en nou wordt sporten hard werken. En dat is gekscherend gezegd, maar ik vind het natuurlijk fantastisch om 2 dingen die ik graag doe. Ik werk graag en ik vind sport mooi om bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Ja. Het gaat bij wijze van de Zwaluwe, maar ook de professionele buren aan de andere kant. Je kan wat doen voor die gemeenschap. En juist als je het met elkaar doet, is het meer dan zonder delen. Dus ik hoop op een hele mooie en goede samenwerking. En ik zal er graag een bijdrage. Mm-hmm.